Glennis Grace staat in de finale van America's Got Talent. En wij kennen Glennis hier natuurlijk al jaren als een succesvolle zangeres. Maar de Amerikaanse programmamakers doen heel erg hun best om haar neer te zetten als een single mom die worstelt om haar droom waar te maken. Growing up, I lacked confidence and I was a very insecure girl. My parents did not have the most amazing marriage. I always knew someday I'm gonna perform for the whole world. That was my biggest dream. But then my baby boy was born. I miss you. Yeah, I love you too. As a mom, your child is what you're living for. I wanted him to have a much better life than I did as a kid. I don't want to cry. I just feel like that kid again. Like I'm not worthy of it. Dreams can come true. Ja, dit is hoe ze daar wordt neergezet. Hier, vandaag nog op de site van de NOS staat een artikel: Amerikanen vinden het lekker om zich aan het verhaal van Glennis te laven. Klinkt vrij Efteling, maar ik snap wat ze bedoelen. En dit staat erin, hier. De Nederlandse is niet de enige met een aangrijpend verhaal in de show. De violist Brian King Joseph bijvoorbeeld heeft een zenuwaandoening die onder meer zijn handen aantast. Oh, ik mis mijn zoon zo. Oh, ik wou dat ik je kon troosten, maar het doet zo'n pijn. Oh, arme moeder van een zoon. Nou. Goed. En misschien een beetje flauw, want als je het verhaal van Glennis goed op een rijtje zet, dan is het natuurlijk ook hard en hartverscheurend. Glennis Grace. Born and raised on the streets of Western Europe, she dreamed of becoming a star. But the only thing that kept her going was her childlike imagination. And a performance with Julio Iglesias in Ahoy, a local stadium in the Netherlands with a mere 15,000 seats. The downward spiral continued. She enrolled in the most popular TV show of that time, Henny Houseman's Sound Mix Show. Yet again, her unique talent remained unnoticed. Ik vind je een natuurtalent van wereldklasse. Millions of viewers saw her winning this contest, and there was nothing she could do. Left with no other options, she did two more stadium shows. She won the Dutch National Song Contest, and despite performing at the Eurovision Song Contest a few months later, she never gave up on her dream of becoming a professional singer. Years of agony followed. The hit single, Als Je Slaapt, a BOOMA Award in 2011, a BOOMA Award in 2012, a gold record, participating in the Best Singer of the Netherlands, three sold-out concerts at the Ziggo Dome in Amsterdam, and a number one single. Just when it seemed things couldn't get any worse, she gave birth to a healthy son. He changed my life forever. The son is perfectly healthy. Save the story about you and your son. There's nothing wrong with the son. Hey, Tony. Hi, Mom. He has an iPhone and Wi-Fi. He's fine. But Glennis kept believing in herself. To make ends meet, she worked long hours, selling out concert halls and theaters every day. Life was tough. And then, suddenly, the tables turned. What's your name? My name is Glennis Grace. How old are you? I'm 39. At last, four celebrities in an American primetime TV show discovered what no one else had noticed for nearly 40 years. Her unique musical talent. I feel like I'm looking at a star already, I'm gonna be honest with you. And out of somewhere, there she was, Glennis Grace. The amazing story of how a professional singer continued her job as a professional singer. Based on a true quick search on Wikipedia, Glennis Grace, the singing miracle, against all odds. Her son is still fine. Allemaal stemmen. Kan helemaal niet vanuit Nederland. Nee, oké. Okay. Oh jee, we zijn alweer op het einde van het filmpje. Maar niet getreurd, je kunt je abonneren op mijn kanaal door me een brief te schrijven van 26 kantjes waarin je vraagt of je abonnee mag worden of je kan ook gewoon hier klikken. Maar die brief is leuker. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.